Goedemorgen. Ik heb mijn hele lijf vol met apparaten hangen voor mijn gevoel. Genoeg microfoons, dus ik hoop dat jullie me kunnen verstaan. Mijn naam is, zoals net al werd aangegeven, Coraline Kloek. Ik werk dus als onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht, hier om de hoek. En ik ben verbonden aan de opleiding fysiotherapie. Ik heb zelf ook een achtergrond als fysiotherapeute en gezondheidswetenschapper. En in mijn onderzoek hou ik me dus bezig met de integratie van technologie binnen de fysiotherapie en de oefentherapie. We doen allerlei soorten onderzoek, maar onder andere effectiviteitsonderzoek. Gewoon de klassieke, gerandomiseerde, gecontroleerde trials naar de effectiviteit van een combinatie van fysiotherapie met een vorm van technologie, veelal apps, in vergelijking met reguliere fysiotherapie. Dat is interessant, maar veelal zien we bij die onderzoeken dat het best wel een uitdaging is om überhaupt die zorgverleners met de technologie te laten werken. En dat is eigenlijk aanleiding geweest omdat we de afgelopen jaren ook veel meer onderzoek gaan doen naar hoe kunnen we fysiotherapeuten hier nou in ondersteunen. En daarin ga ik jullie vandaag meenemen en enkele praktische tools ook die we hiervoor ontwikkeld hebben. Naast het onderzoek ben ik ook verbonden aan de opleiding fysiotherapie en hou ik mij samen met collega's bezig met hoe we zorgtechnologie kunnen integreren in het onderwijs. Dus hoe we ook de professionals van de toekomst hierin kunnen opleiden. Wearables en beweegapps effectief inzetten voor een gezonde leefstijl vanuit het perspectief van de zorgprofessional. Dat is waar we het over gaan hebben. Even overstijgend. In de gezondheidszorg hebben we een aantal grote uitdagingen. Zorgkosten, horen jullie natuurlijk veel over. Maar eventjes, ja, wat zijn de jaarlijkse zorgkosten in Nederland? Ja, kijk, iemand die goed in de cijfers zit. Ja, 100 miljard wordt al gezegd. En de verwachting is dat dat de komende jaren echt nog zo gaat stijgen naar 125 miljard. Enorm veel. Hoe komt dat nou? Nou, onder andere door dubbele vergrijzing. We hebben meer ouderen, we worden ouder. We zien een toenemend aantal mensen met één of meerdere chronische aandoeningen. We zien ook echt grote gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleide mensen. In ervaren gezondheid, maar ook in de levensverwachting. En dan hebben we ook nog als uitdaging het personeelstekort, waar we ook tijdens COVID natuurlijk echt mee geconfronteerd werden. Hoe belangrijk dat is. Grote uitdagingen die vragen om oplossingen. En daarom verschijnen zijn natuurlijk allemaal mensen die daar hard over nadenken. En om de zoveel jaar verschijnt er dan ook weer een nieuw beleidsrapport met ideeën daarover. Heel actueel is nu het ISA, het Integraal Zorgakkoord. Iets daarvoor was het rapport van de passende zorg. En nog iets daarvoor de juiste zorg op de juiste plek. Wat is de overlap? Nou, eigenlijk al die rapporten die geven wel aan van ja, we moeten kijken naar hoe we die zorgkosten kunnen voorkomen. En ook hoe we de zorg kunnen verbeteren, goedkoper kunnen maken, dichterbij kunnen aanbieden. Dus op een andere manier kunnen organiseren. En al die rapporten die zijn natuurlijk wel wat anders van de inhoud, maar die geven ook allemaal aan dat er wel potentie is voor technologie als oplossing hierin. Toch, als we dan naar de dagelijkse praktijk gaan. De dagelijkse praktijk, dan hebben we in ons achterhoofd die rapporten en die ambities. Maar hebben we ook te maken met de patiënt, mevrouw de Groot. En zij heeft al hele andere behoeftes. En op dat moment wil je gewoon goede zorg leveren voor die patiënt. En zijn die rapporten nog wel ergens in het achterhoofd. Maar zijn er hele andere doelstellingen die op dat moment actueel zijn. We willen bijvoorbeeld mevrouw motiveren dat ze aan haar leefstijl gaat werken. We willen haar zelfmanagement bevorderen, zodat ze de skills heeft om het ook door te trekken als het stukje fysiotherapie stopt. We willen dat de adviezen die we meegeven aan mevrouw, dat ze die ook opvolgt, dus dat ze therapietrouw is. Misschien willen we ook wel af en toe op afstand met haar communiceren. Het moet allemaal niet te veel tijd kosten natuurlijk, want tijd is geld. We willen ook wel dat zij in contact komt met anderen. En we willen ook wel zo goed mogelijk in staat zijn om te kunnen monitoren hoe het met haar gaat. Dus we willen goed kunnen meten. En voor dat soort vraagstukken kan technologie ook een oplossing zijn. Dus zo zie je dat vanuit maatschappelijk perspectief en praktijkperspectief, dat er verschillende redenen kunnen zijn om iets met zorgtechnologie te gaan doen. Dus in de dagelijkse praktijk gaat het veel meer om vragen van ja, wat wil je eigenlijk met die technologie bereiken?
En zou je moeten komen met werkzettingsspecifieke doelstellingen. Dus dat is eigenlijk een advies in de zorgpraktijk. Denk na aan een e-health visie die past bij je eigen instelling. Als je aan de slag wil met zorgtechnologie, dat je echt kijkt van ja, wat willen wij daar nou mee bereiken? Welke potentie zien wij? En dat kan ook uitgangspunt zijn om een keuze te maken voor bepaalde technologie. Want er zijn natuurlijk, er is zo'n groot aanbod. En als je weet van nou, wij richten ons op de doelgroep COPD. We willen hun ondersteunen in het beweeggedrag. Dan kun je al veel gerichter kiezen voor een technologie en ook de medewerkers in de instelling daarin meekrijgen. Als er iemand is die even voor mij mee wil klikken, dan gaat het denk ik iets makkelijker. Ja, nou, wat? Waar hebben we het eigenlijk over? E-health, veel gebruikte term. En als we dan zoeken naar de definitie, dan zien we dat, dat iedereen de definitie uit 2002 aanhaalt. Namelijk het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Hele mond vol, heel erg breed, nog steeds niet heel erg duidelijk waar je het nou over hebt. Dus een elektronisch patiëntendossier kan hieronder vallen, maar ook een app die je inzet voor je patiënt. Dus het is zo'n brede term dat hij eigenlijk niet heel erg specifiek is. Tegelijkertijd is hij, kijkend naar de innovaties die er nu zijn, niet helemaal compleet. Dus zoiets als artificial intelligence past hier dan weer net niet helemaal in. En daarom zie je dat de laatste jaren steeds meer het term digital health wordt gebruikt. Wat dan net wat breder is nog, digital technologies to achieve health sector objectives. Nog steeds heel erg breed, maar wel meer omvattend. Als we dan in de literatuur kijken, dan vind ik dit wel een mooie klassificering van ja, wat valt daar dan allemaal onder digital health. En dan maken ze eigenlijk onderscheid in drie verschillende categorieën. Enerzijds de interventies, die dus echt gericht zijn op het bereiken van een doel of het verbeteren van een uitkomst bij de patiënt. Anderzijds meer systemen die ze zitten op het begrijpen en het communiceren met patiënten. Kun je denken aan een publieke website zoals thuisarts.nl, maar ook systemen om videoconsulten met je patiënten te voeren. En dan als derde nog technologie die zit op het zorgsysteem. Dus hoe kun je zorgen dat binnen het zorg de patiënt meer ondersteund wordt. Denk aan een herinnering voor je afspraak. Vandaag zitten wij natuurlijk... hebben we het over de apps en de wearables. Dus dan hebben we het voornamelijk over interventies. Nou ja, kijk dit nog eens rustig terug als je het interessant vindt. Maar daar wordt ook weer onderscheid gemaakt. En wij zitten vooral op het middenste vlak. En apps en wearables kun je natuurlijk ook gebruiken om gezondheid te monitoren. Even een casus vanuit de praktijk. COPD. Ik vind COPD vanuit mijn technologieachtergrond een heel mooi voorbeeld. En als ik dit zeg, ik weet niet of er iemand vanuit de fysiotherapie komt, maar heeft iemand een idee wat het unieke is aan de doelgroep COPD vanuit technologisch perspectief? Nou, het is de eerste doelgroep waarin we vanuit de fysiotherapie zien dat in de richtlijn geadviseerd wordt om met een wearable te meten. En niet als dit kan ook, maar dat het echt gewoon heel stevig erin staat van... Zet bij deze doelgroep wearables in om activiteiten te meten en te coachen. Vandaar ook dat ik deze casus heb genomen om het geheel wat levendiger te maken. Mevrouw de Groot, we zagen haar net al even, ze is 71 jaar. Ze heeft 3 kinderen en een heel aantal kleinkinderen. Zij heeft dus COPD. Ze is wat moeilijk te been en ze is dol op WordFeud. Dus op zich, de technologie, daar heeft ze wel wat mee. Wat willen we met haar gaan doen? Meer gaan bewegen. En als we dan in die richtlijn kijken, dan zien we dat de activiteiten monitor wordt geadviseerd om in kaart te brengen wat haar activiteitsniveau op dat moment is. Hij mag nog wel. En daar is een duidelijk afkappunt onder de 5000 en meer dan 5000 stappen. En als we naar de volgende dia gaan. Dan zie je ook dat dat afkappunt gebruikt wordt om patiënten in te delen in verschillende categorieën. Dus dat zie je hier terug. Het is een heel stroomschema wat je als fysiotherapeut kunt doorlopen. En dan komen die stappen ook weer terug. Dus eigenlijk vrij stevig staat het erin van gebruik
Dit als meetinstrument aan het begin, tussendoor en evaluatief. En het wordt ook geadviseerd binnen de coaching. Hoe doe je dat dan? Heel concreet zou dat kunnen zijn dat je een activiteitenmonitor gebruikt die misschien de patiënt zelf heeft. Of je schaft er als praktijk een aantal aan. Die geef je een week mee. Je monitort het aantal stappen per dag en neemt het gemiddelde. En kijkt dan in dit geval vanwege dat afkappunt of dat onder of boven die 5000 zit. En over het coachen met wearables zegt de richtlijn ook wel van... zetten we de wearable in, maar combineer dat met gedragsveranderingstechnieken. Dus bijvoorbeeld goal setting, zet een duidelijk doel. Waar gaan we naartoe werken, zodat mevrouw dat kan monitoren op haar wearable. Social support wordt ook aangegeven, dus adviseer wel dat als mevrouw naar die stoppen toe gaat werken, dat ze dat ook samen met anderen doet, samen met anderen gaat wandelen. Of bijvoorbeeld reminders. Dus hier zit nog wel een stukje. Dit is echt nieuw voor fysiotherapeuten. Hè. Het is meer dan alleen maar die wearable meegeven. Het is er ook op terugkomen en samen naar die data kijken. En ook gerichter op coachen. Het meest interessante aan wearable data vind ik zelf natuurlijk dat het, je kan kijken naar die 5000 stappen. Dat is één. Maar je kan ook echt kijken van ja, waar zitten de pieken in zo'n dag? Dus beweegt iemand alles aan het begin en doet hij daarna helemaal niks meer? Of is dat mooi verspreid? En door heel gericht naar dat soort data te kijken, kun je natuurlijk nog veel gerichter kijken. En denk ik dat je ook echt goed de toegevoegde waarde ziet van al die data uit een wearable binnen de gezondheidszorg. Een veelgehoorde opmerking is toch wel van ja, deze mevrouw ook, ze is wat ouder. Past dat nou wel bij iedereen? Kan je zomaar met iedereen met die technologie of met wearables of apps, kun je daarmee aan de slag? Daarom hebben we vanuit het lectoraat de blended checklist ontwikkeld. Dus dat is een checklist om in kaart te brengen. Hey, is dit nou een patiënt waarmee je zorg kunt combineren met een vorm van technologie? En uit deze studie bleek dat een aantal factoren zijn belangrijk. Sowieso moet je altijd de technologie in het achterhoofd houden. Omdat de ene technologie is de andere technologie niet. Maar allereerst gaat het om motivatie. Staat iemand ervoor open? Dit is natuurlijk iets nieuws binnen de zorg, dus je zal het altijd wel als zorgverlener wat meer informatie over moeten geven, maar ook moeten peilen van ja, als iemand echt er niks mee heeft, dan zou ik er ook niet mee verder gaan. Fysieke mogelijkheden, is het veilig genoeg om iemand wellicht met een wearable wat meer zelf te laten doen en wat minder bij jou in de veilige oefenruimte waar je ernaast kan gaan staan? Heeft iemand de juiste digitale middelen? Heeft iemand een wearable of een smartphone waar die aan gekoppeld kan worden? En heeft iemand ook de digitale vaardigheden? En daar zie je natuurlijk dat aspect van dat het heel afhankelijk is van welke technologie je wil gaan inzetten. Ook voor mensen met lagere digitale vaardigheden, lage lettertijd, zijn ook allerlei apps die daarvoor ontwikkeld worden. Dus het is niet zo dat iemand met lagere digitale vaardigheden, hij gaat weer een beetje een eigen leven leiden. Mag nog ietsjes terug. Dat je daar sowieso niks kan doen met de technologie. En dat geldt dus ook voor de gezondheidsvaardigheden. Even kijken. Gaan we verder. Een belangrijke vraag is ook van ja, als ik dan aan de slag wil als zorgverlener met Digital Health, wat moet ik dan kiezen? Daarom hebben wij vanuit het lectoraat een platform ontwikkeld, www.beweegtech.nl. En dat kun je zien als een zoekmachine om voor die ene patiënt die je in je achterhoofd hebt, dan een passende technologie te vinden. Jullie kennen wellicht ook de GGD App Store. Daar lijkt het een beetje op, alleen is dit platform echt gericht voor de fysio en de oefentherapeuten. En is het ook breder dan apps. En op de website vind je ook nog wat implementatietools. Dus ik zou zeggen, kijk er eens op www.beweegtech.nl. Er staan nu meer dan 200 technologieën staan op de website. Ook een belangrijke vraag van, wat is nou eigenlijk de kwaliteit van die technologie? Je ziet van alles staan op Beweegtech. Als we even denken aan de wearables, wat is de kwaliteit? Kan ik zomaar een Fitbit inzetten in de zorg? Kom je hier bij die dartboard plaatjes. Wellicht dat je denkt van, hoe zat het ook alweer?
Dan gaat het om termen als validiteit en betrouwbaarheid. En validiteit geeft dan aan van in hoeverre komt het aantal stappen overeen met de gouden standaard. En bij de betrouwbaarheid gaat het over of je bij herhaalde metingen op hetzelfde uitkomt. En wat blijkt uit de literatuur? Ze hebben meerdere, hij mag naar de volgende, naar de meerdere commercieel beschikbare wearables met elkaar vergeleken. En die validiteit en betrouwbaarheid is echt wel hoog van consumentenwearables. Dus die kun je met een gerust gevoel inzetten. Het is wat anders als je een hele specifieke doelgroep hebt. Dus bijvoorbeeld binnen de ziekenhuizenzorg waar mensen heel veel liggen en waar je echt kleine verschillen in beweging al wil meten. Ja, dan zou ik niet voor de Fitbit kiezen. Dus dan heb je een specifiekere doel. Vanuit Beweegtech zijn wij ook bezig om een kwaliteitsoordeel te ontwikkelen. Want je ziet nu dus 200 technologieën op onze website. Maar de vraag is natuurlijk van ja, wat is nou goed en wat is nou slecht? Dat komt eraan, dat kwaliteitsoordeel. Maar daarin zie je dat kwaliteit van een technologie, dat is echt meer dan alleen maar de effectiviteit. Dat gaat ook over het gebruikersgemak. En dat gaat ook over beveiligde data, de veiligheid. Dus dat is breder. En we zijn nu in het eindstadium van dat we een tool hebben ontwikkeld om de kwaliteit van technologie te beoordelen. En dat willen we dan ook gaan toevoegen op beweegtech.nl. Ja, aan de slag. Er is veel potentieel, zoals jullie hebben gezien en ook bij het vorige praatje hebben gehoord. Toch gaat de implementatie in de zorg niet vanzelf. Dat blijkt dan weer jaarlijks uit de e-health monitor die vanuit onder andere het NIVEL, NICTIS en RIVM wordt gedaan. Dus er is nog veel werk aan de winkel. Wij proberen ons steentje daarom bij te dragen door praktische tools te ontwikkelen. Maar er wordt natuurlijk nog veel meer ontwikkeld. Op het gebied van implementatie vind ik een mooi voorbeeld. Dit stappenplan van Zorg van Nu. Echt gericht op de praktijk. Wat laat zien van dat je niet zomaar iets moet aanschaffen en neer moet leggen in de praktijk. Maar dat je daar echt goed over na moet denken. Zo'n e-health visie is één onderdeel. Maar dit is een mooie online tool die je helpt van deze stappen kan ik doorlopen. En nog wat laatste praktische tips, ook vanuit de richtlijn op het gebied van zorg op afstand die we vanuit de fysiotherapie begin van het nieuwe jaar gaan lanceren. We kijken altijd per patiënt, heeft het meerwaarde om technologie in te zetten? En op welke vlakken heeft het meerwaarde? Dus maak niet van het technologie een doel op zich, maar kijk echt wat is de meerwaarde. Informeer de patiënt goed, dus over de mogelijkheden, over de voordelen en de nadelen en de verandering op het zorgtraject wat jullie samen gaan starten. Beslis ook samen, dus kijk samen of het een goede match is, welke rol technologie gaat innemen in het behandeltraject. En bewaak ook als je een deel van wat je normaal in de praktijk zou doen nu op afstand gaat aanbieden, de patiënt-therapeutrelatie. En wees je daar bewust van dat natuurlijk de inzet van technologie daar van invloed op kan zijn. Tot zover wat ik jullie vandaag wil vertellen.